Yo, welkom bij een nieuwe Yo, welkom video. bij een nieuwe Zoals video. jullie zien heb ik de Joker nagemaakt. Best wel goed nagemaakt. En in deze video ga ik je laten zien hoe je hem You ready goed for moet a trip? namaken. Dus als eerste is het Do you belangrijk have dat we de mine? make-up doen. Want dit is heel belangrijk om te onthouden. Want deze make-up wat ik nu op heb, die is ja, deze face paint eigenlijk, die is er alleen maar in de maand oktober met Halloween. Het heet de Sorrow Demon. Dus je moet er nu nog heel snel bij zijn als je deze wilt hebben. Want dit is wel echt de beste face paint voor de Joker. Want normaal gezien zou ik deze pakken, maar ja, dit is niet echt. Dit is best wel shit. Nu is het echt wel oprecht een hele goeie. Sorrow Demon, alleen in oktober. Oké? Alleen in oktober, met de Halloween. Dan heb ik ook nog eens, bij make-up lipstick heb ik Smudged. En dan nummer 23. Omdat die heel erg goed bij zijn scar past. Oké, nou dan Tijd gaan we te nu verder naar het stappen. volgende. En dat zijn de kleren. Ja, ik ga persoonlijk naar Ponzo Boys. Vind ik een fijne winkel. Dus dan gaan we daar even naartoe. Dat is hier de straat naar links. Ik neem deze video trouwens eigenlijk op om 3:30 in de nacht. Dus vandaar dat ik misschien een beetje moe klink. Maar het is 3:30 in de nacht nu. Dus ja. Hi. Nou, dan gaan we. Wie is maar de hele tijd aan de achtervolg hier? Ach, geen idee. What are you Hallo, doing? nou gaan we beginnen met de broek. Dan gaan we naar. Volgens mij was het suitpants. Ja, suitpants, purple regulars, nummertje 56. You Nummertje should put the charger 56. on. Dat is de broek. Ja, die ik heb gekozen. De schoenen. Ja, ik weet, dit zijn de Joe, ja, ze hebben niet echt heel erg goede schoenen voor hem gemaakt. Dus voor hem heb ik. Het zijn er ook weer. Zijn smart shoes. Ja, hier. De Grey Two-Tone Oxfords heb ik gepakt voor hem. Want ja, die zijn nog enigszins een beetje oké, maar ja. Ik denk dat je qua schoenen gewoon een beetje zelf het beste kan invullen wat je daar het beste mee kan doen. Goed, nou, de top doe ik als laatste. Dan ga ik jullie nu de handschoenen laten zien. Want hij draagt natuurlijk ook witte handschoenen. Ja, hier accessoires natuurlijk. Gloves. Those are De some white nice cotton ones. gloves. Die staat bij mij op nummer 53. Dat kan bij iedereen een beetje anders zijn. Ligt eraan wat je hebt geunlocked qua gloves, maar. Deze heten de White Cotton Gloves. Oké, hebben we dat gehad. Dan gaan we naar de top. Dan zal ik jullie eerst laten zien wat er onder het jasje zit. Hallo jongetje. Wat? Let's skip that. Belangrijk. Even kijken. Suit vest. Daar heb ik volgens mij. Oh, what the fuck is happening with my voice? Jesus. Even kijken, office shirt? Nee, was het ook niet. Ik moet zelf even denken. Dus give me a moment to think. Was het You een won't van find deze those wat ik anywhere aan had? else. Volgens mij wel. Dat is interessant. Ik weet zelf niet meer. Wacht. Just let me have a little look, okay? Let me have a little look. Hij geeft niet echt aan wat ik aan heb. Even kijken. Bye, enjoy your purchase. Mensen, dit was de tutorial en ben vergeten. Doei!